geeft me stof om na te denken, dit. Goedemorgen. Oh, krijg ik een kusje. Het is donderdag en het is hemelvaart. Dus wij hebben geen zin om nog het bed al uit te gaan. Ik ga ook niet naar school. Nee, 4 dagen vrij. Dus we liggen hier wel lekker. En we moeten er natuurlijk zo uit, maar dit is echt zo fijn. En we lagen gezellig te knetsen en ik heb al 100 kusjes gekregen van Sarah. Mijn ochtend kan niet meer stuk. En... Ah, oh, wat ben je lief voor mij vandaag. Het is zo gezellig. Ga je haar weer doen. We zijn even samen op de bank aan het hangen. En heel leuk, we hebben vandaag allebei hetzelfde shirtje aan weer. Van Nick en Nick. Van Nick en Nick inderdaad. En allebei een high-waist lichte spijkerbroek. Nu even op de bank. Ik heb net thee gezet. En ik was daar... Zullen we gaan eten, mama? Ja, ik pak er zo wel bij. Ik was reacties aan het beantwoorden. Ik vind het echt leuk. Iedereen die reageert, blijft het doen. Ik probeer ook echt altijd alles te beantwoorden. Als het soms wat later. Ik ben een filmpje aan het kijken van slime. Ja, Sarah is ook op YouTube bezig. Die is slime heet het. Oh, die is, houdt van die slime-video's en af en toe mag ze een beetje kijken. Ja, dat vindt ze helemaal geweldig. Ik vind er helemaal niks aan. Het is toch wel leuk? Ik vind het leuk voor jou. En kijk hoe mooi slime het is. Prachtig. Ik heb het niet zo op slijm. Ik vind het slijmerig. Ik vind het verschrikkelijk als het aan kleding gaat zitten. Want ik krijg het er niet uit. In ieder geval, sommige slijm maakt niet zo uit. Maar ander slijm, dat gaat in kleding, dat wordt hard, krijg je er niet uit. Dus dan kan je weer kleren weggooien. Ik vind het verschrikkelijk spul. Ik heb zoiets, ga maar lekker met je Play-Doh spelen. Dat werkt beter. Maar ik heb wel slijmtijd. Maar goed, ik ga even verder met de reacties beantwoorden. Oh, je hebt ook wel wat slijm. Slijm. Ja, heel vies. En het plakt aan je handen en er zitten spinnetjes in. Hele vieze beesten. Bah. Ik ben vandaag ook even lekker nog zonder make-up. Het is nu toch aan het regenen en... Ja, we gaan nu toch even de deur niet uit. Dus ik denk even lekker mijn huid laten bijkomen. Het ziet eruit af en toe. En als het dadelijk lekker wordt, gaan we even naar de speeltuin of zo. Maar het is heel veel geregeld verspild. Nou, dat is een natte boel. Dan dacht ik het speeltuintje hier vlakbij met klimrek. Want dan ben je helemaal gelukkig als je een klimrek hebt. Ja, want ik heb wat nieuws geleerd. Ja, als we gaan, mag je het laten zien. Ja, dan kan ik zo ondersteboven vallen met mijn benen en dan zo schudden en dan... En dan zo gewoon zelf springen op mijn voeten, dat kan ik. Ja, Sarah oefent de dodemansprong. Echt verschrikkelijk vindt dat. Maar en goed. Ik kan het. Ja, je kan het aardig. Ik ga in de tussentijd zo na de thee nog even wat dingen hier opruimen en wegdoen. En we moeten maar zien of het weer beter gaat worden. En ik heb nu dus steeds 2 tassen. En dit moet allemaal weg. En dat ga ik allemaal verkopen. Want het zijn zo goed als nieuw of nieuwe spullen. Ik ben druk bezig spulletjes aan het uitzoeken. En de buurman is ook flink aan het klussen. Iedereen is vrij. Ik zag in de tuin ook allemaal mensen lopen met spullen. Ik heb wel al... Mijn tas is helemaal leeg. Dat is echt top. En Sarah is Shrek aan het kijken ondertussen. En brood aan het eten. En ik hoop echt dat het daar nog wat lekkerder weer wordt. Want dan kunnen we nog even naar buiten. Ik vind het ook niks om eigenlijk heel de dag in huis te zitten. Maar goed, we zullen het zien. Nou, het zonnetje is toch doorgebroken, dus ik heb een heel klein beetje make-up op mijn gezicht gesmeerd. En we zijn nu naar de speeltuin aan het lopen. Ja, mama. Want anders kan je heel het huis leeg verkopen. Ga ik anders heel het huis leeg verkopen? Nou, wie weet. Nou, ja, ik vind dat eigenlijk niet zo'n slecht idee, want ik ben echt heel veel dingen in huis zat. Dus misschien moet ik daar eens over na gaan denken. Gewoon het hele huis leeg verkopen. Gewoon opnieuw beginnen. Maar ik wil ook graag verhuizen. Geef me stof om na te denken, dit. Now I am. Now I am.
Het is een stukje later en ik was eigenlijk vergeten te filmen. Maar die tassen heb ik alsnog afgemaakt. Dus dat is mega fijn. Dat ruimt weer lekker op. En ik heb heel honger. En ik zit echt te twijfelen. Ga ik een stokbroodje doen? Maak ik wat anders? Ik weet het niet. En het is lekker popcorn geworden. Ik heb er hier zo'n trek in. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Duimpjes zijn nog steeds welkom. Vergeet ook niet op abonneren te klikken. En zie ik je morgen. Doei!